keer in 2021 dat ik weer eens statisch op karper ga vissen. Ik zit op een cultuurwatertje nu, om er een beetje in te komen. Maar ik ga dit vaker doen, dit jaar. Tot de eerste vis, hoop ik. Voordat de eerste vis zich meldt, wil ik nog even kwijt dat ik met de linkerhengel het midden vis, met een naked chop rig. En rechts ben ik aan het freelinen met een deegbal, een meter of 6-7 uit de kant. Het is maar dat je het weet. De eerste middagsessie op deze stek is geen succes geworden. Probeer het volgende week nog een keer. Nou, op de stek van vorige week waren ze druk in de weer met graafmachines. Met alle bijbehorende pestherrie. Dus ik ben uitgeweken naar dit watertje. Een cultuurwatertje vlak bij mij in de buurt. Ik heb hier nog nooit gevist. Nou, probeer hem maar vanmiddag. Wat gaan we doen, Gijs? Worden we brutaal? We gaan toch niet op een mat zitten poepen, hè? Alles staat klaar. En nu wachten maar. Ik heb het weer eens geprobeerd. Op cultuurwater. Maar dit gaat het niet worden. Kijk, blenken hoort erbij. Maar niet tussen de hondenrollen en de ganzenpoep. De volgende keer ben ik weer op openbaar water. Dit type water past beter bij mij. Nu nog even een leuke stek zoeken. Het is een heel mooi stukje. Hier moet ik wel iets kunnen vinden. Ik heb twee handjes mais met trafietkorrels gevoerd. En ik ga penvissen met een kattenbrokje en twee maiskorrels aan de her. Onder mijn pennetje. Hallo allemaal, ik ben weer aan de waterkant en ik leer het nooit. Elk jaar begin ik gewoon te vroeg met vissen met de pen op openbaar water. Het was weer een drama. De eerste 3 weken van april, 6 keer geblankt. En het is ook geen wonder eigenlijk, want elke dag hoge luchtdruk, elke dag wind tussen het noorden en het oosten en ook nog een aantal dagen, vrij veel dagen zelfs, met nachtvorst. Ja, dat is vragen om problemen. Nou, na 6 keer blenken wilde ik wel even iets anders. Dus vanmiddag ga ik een paar uurtjes achter de statische hengel zitten. Nou, het vertrouwen is tot 0 gezakt. Maar ja, het is redelijk weer. Graad of 11, 12 denk ik. Dus we zien wel. Hopelijk tot straks. Het lijkt erop dat het eindelijk lente wordt. De nachttemperaturen zijn boven de 5 graden. Het is nu een graad of 15, schat ik. En ik heb braasem zien paaien. Dus alle seinen staan op groen. Ik ben de kattenbrokjes vergeten, dus ik vis alleen met 3 maiskorrels. Nou, je ziet dat er al volop wier op de bodem staat. Dus ik ga iets anders proberen.
ga verder met een broodpluim. Het werkte prima toen ik 5 was, dus waarom 65 jaar later niet? Als alle seinen op groen staan, heb je eigenlijk alleen nog maar een klein beetje geluk nodig. En helaas, dat heb ik niet. Want sinds de vorige pensessie, toen het lekker weer begon te worden, heb ik alleen nog maar brasem kunnen vangen. De ene na de andere. Ze zijn nu wel uitgepaaid, lijkt het. En ik zie ook steeds meer karper, dus die is zich aan het voorbereiden op de paai. Nou, ik ben bang dat ik pas serieus aan het karperen ga in juni. Tot de volgende keer. Met de waterpomptank en hij tank en de combinatietank. En toen zag hij me. Hallo allemaal. Ik zit er helemaal doorheen. Voor het eerst van mijn leven heb ik 2,5 maand achter elkaar zitten blenken. Ik vang alleen brasem op de mais en winden op de boilies. Verder niks. Geen ene karper gezien hier in Flevoland. Ik moet nagaan denken over de rest van het seizoen. Vissen staat nu even stil, want we zitten midden in een hittegolf. Het is vandaag ook weer iets van 31 graden of zo. Maar ik weet echt niet hoe het verder moet. Nachtvissen wil ik niet. En ik ga ook niet lopen sjouwen met emmers met 20 kilo particles 3 keer in de week. Dat is niet mijn stijl van vissen. Ik blijf filmen, want ik blijf vissen. Maar waar de volgende filmpjes vandaan gaan komen, ik heb nog geen idee. Tot de volgende video.